daarom maan ik nog eens aan om zich niet te laten verontrusten. Het is beter dat men later getuigen moet dat de regering wel heel erg voorzichtig is geweest, dan dat haar met hoe geringe kans ook later verweten zou kunnen worden dat ze gedut had in een tijd dat waakzaamheid plicht was. Ik verzoek de luisteraars dan ook om wanneer ze straks hun legersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen als ze dat ook andere nachten doen. Er is voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u pleegt te bieden.